Ik ben Lotte en je kijkt naar Festival TV. Vandaag is het weer zover. Het Nederlands Filmfestival is begonnen. Dit keer is de openingsfilm Het echte leven van Robert-Jan Westdijk. Een film die gaat over een fanatieke regisseur die de werkelijkheid en de fictie een beetje door elkaar haalt. Prachtig, liefje. Dankjewel. Vind je niet te? Helemaal niet, stop maar. Ik vind het wel zinnig stoer dat het echte leven is uitgekozen. Ik heb een voorstukje gezien en dat sprak me heel erg aan. Je hebt maar heel erg dat met elkaar wel. Videoachtige en ook de film. Dus volgens mij is het echt een film in een film. Nou ja, nou ben ik gewoon heel benieuwd wat gaan de mensen ervan vinden. Ik heb er wel goed gevoel over. Het is wel grappig, want de jonkies van 10 jaar geleden, zeg maar de Ter Stal, Westdijk, die zijn nu eigenlijk een soort van gevestigd eigenlijk al. En ik ben wel benieuwd wat voor beeld dat opnemen. Robert-Jan vertelde dat hij 11 jaar aan het gewerkt. Dus ik verwacht een onwijs leuke film eigenlijk. Ik heb er zin in. Ik heb hele hoge verwachtingen. Tenminste, ik denk dat het heel erg leuk wordt. Ik heb de trailer gezien, die heb je waarschijnlijk ook wel gezien. Die vond ik heel erg tof eruit zien. Dus ik ben wel opgewonden. Het is wel heel stoer dat hij af is en daar ben ik wel heel blij om. Het is een soort overwinning op mezelf, zeg maar. Weer een mooie film. Weer een film waarin de Nederlandse film ook een beetje naar zichzelf kijkt. Ik ben erg benieuwd. Een film in een film, geloof ik. Dus ik laat het allemaal op me heen komen. Sorry. Ik wist niet dat jij het was. Echt, je moet het niet persoonlijk opvatten, hoor. Jammer. Hè? Oh. Het is maar een film, Dirk. Je speelt een rol. Ik lag te slapen. Ik wist niet dat zij het was. Nee, des te beter. Dat wist Dirk dus ook niet. Ik ben Dirk Martin. En haal je de werkelijkheid en fictie wel eens door elkaar? Nee, het was echt heel duidelijk. Als Robert-Jan zei dat we moesten stoppen, was het wel echt heel duidelijk dat we moesten stoppen. Maar het blijft natuurlijk gewoon film. Het is echt geen werkelijkheid. Dirk. Oh, sorry. Sorry. Is niet erg. Voor mij was het helemaal te gek. Ik heb natuurlijk een aantal dagen maar meegedaan. Maar in de repetities hebben we ons echt bescheurd. Ik ben vreselijk vervelend. Speel ik in ieder geval. Ben ik niet, speel ik. Maar het is onwijs leuk. En ook met Robert-Jan Westdijk werken, wat mij betreft mag dat nog een vervolg hebben. We hebben zoveel lol gehad. Bovendien had ik superleuke tegenspelers. Dus het was gewoon een feest. Al die tussenshots die je ook in de film ziet. Dat is ook vaak gewoon omdat we lopen te geinen en dan dat de camera stiekem is aangezet. Dus dat is ook heel erg leuk. Ben je verliefd? Dirk is anders. Hij is echt. In het echte leven zouden we ons nu toch helemaal sufneuken? Stom wijf, je bent godverdomme hele film aan het verkloten. Ik heb heel erg zin in vanavond. Ik heb heel veel goede dingen gehoord over de openingsfilm. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het is als filmmaker altijd leuk om filmen over de eigen keuken te zien, zou ik maar zeggen. Het is wel een film die heel nieuwsgierig maakt, ja. Dames en heren, het is mij een eer en een voorrecht om namens het bestuur van het Nederlands Filmfestival de Cultuurprijs 2008 uit te reiken aan Rutger Hauer. Veel dank voor al die uren dat we genoten hebben van mijn werk en nog veel succes. Dank u wel. Ik ben er heel erg blij mee. De wereldpremière van de allernieuwste speelfilm van Robert-Jan Westdijk. Geniet u van het echte leven. Dit is echt waanzinnig om hier te staan. Het was echt een genot. Ik kan iedereen noemen, maar dat heb ik dus eigenlijk al. Ja, applaus voor hun allemaal graag. Achter praten we nog even verder over deze film. Maar ook jij kunt natuurlijk deze film en een tal van andere producties bekijken tijdens het Nederlands Filmfestival. Ik hoop je in ieder geval te zien.